Eten met Harry. Een kijkje in de keuken van Geer de Mos. Leuke sport. Ja, maar een beetje tutterig, hè? Nou, wat gaan we maken? Een appeltaart. We gaan appeltaart proberen. Oké, okay, Geer. Ja? Nou, dan gaan we dan. Ik sta altijd te schillen. Ja, maar nu geen uien, hè? Hoe krijg je dan zo'n pit? Nou, laat me niet meer bezig houden hoor. Zo'n pit eruit. Ja, zo'n ding. Hoe heet zo'n ding nou met zo'n appel? Hoe heet dat nou, Geer? Klokhuis. Oh. Hoe is het met Aad, Geer? Goed. Gaat het goed met hem? Ja hoor. Ja? Ja. Hij is nu naar de masseur. Ja. En hij zorgt dat hij elke ochtend iets te doen heeft. Nee, dat gaat prima. Oh, moet hij elke ochtend wat te doen hebben, hè? Ja, want anders blijft hij op zijn bed liggen. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de verstandhouding. Tussen jou en Aad? Nee, dat is niet zo leuk als je hard aan het werk bent beneden en er ligt iemand boven. Oh, dus jij zegt, ik vind het best dat je even geen club hebt, maar... Gewoon we gaan wel even wat op doen. Op tijd... Opstaan. Ja. Maar goed, hij was natuurlijk even een potje, ja, zou ik maar zeggen, even aangeslagen, chagrijnig of niet? Nee, of wat dan ook. Dat valt wel heel erg mee. Nee, dat nou, Geer? Ja, dat... Stond het mij nou te bollen? Nee, maar dan kan je toch niet worden tegen ons? Daar kunnen wij toch niks aan doen? Wat er gebeurd is. Oh, je bedoelt binnen het gezin? Ja. Dus hij mag tegen jou niet chagrijnig doen? En tegen de kinderen ook niet. Wat waren zijn eerste woorden dan toen hij thuis kwam? Nou, wij wisten al voordat hij vertrok dat hij ontslagen zou worden. Dat wist je al? Ja, tuurlijk. Hoe wist je dat dan? Nou, we hebben wel meer met dat beltje gehad. Oh. En Arnees belde op om 8:50. Die zei dat hij moest komen. Nou, hij zei, Geer, ik ben ontslagen. En toen is hij Esme naar school gaan brengen. En toen kwam hij zo 9:30 thuis. En zijn we eerst koffie gaan drinken. Ja, ik ben het er nog steeds niet mee eens, hoor. Dat hij ontslagen is? Nee. Ben ja, ik maar het is nou gebeurd. Ja, het is nou gebeurd. En nou, en hoe moet het dan verder dan? Ah, het amuseert zich wel. Ja? Denk je? Ja. Hij zit op Italiaanse les. Hij is helemaal gek van Italië. Oh. Hij zit regelmatig in Italië, dus... Dus het moet Italië worden? Nou, dat hoopt hij, hè. Dat hopen wij ook. Dat hoop jij ook? Ja, dat lijkt me wel het einde. Hé, nou moeten we die bak voor hem. Dat heb je trouwens heel mooi gedaan. Moeten we... Is het goed of niet? Is het oké, prachtig. Ik zou willen aanbevelen de omgeving van Genua. Ja. En de omgeving van Rome. Ja, en Milaan. Nee, dat is minder goed. Is dat minder goed? Nee, ja, dat is minder goed. Dus als Aad de laatste tijd veel naar Milaan reist, dan kan hij daarmee stoppen. Dat kun je dat doorgeven aan hem. Ja, maar de stad op zich is natuurlijk wel hartstikke leuk. Nou, toch een soort vrijboerig hoor, vind ik. Vind je niet? Vind je? Ja, vind ik wel. Ja, ik vind het wel een mooie stad hoor. Nou, krijgen wat ik het moeilijkste vind, is om mooie reepjes Is het nou zo, Gerard, als... Als PSV nu verliest, dat jij dan lacht, stiekem? Een klein beetje wel, ja. Dat dacht ik wel. En Aad ook, hè? Ik denk ook wel een klein beetje, ja. Maar dat is alleen in het begin. Kijk, straks over een maandje, dan interesseert het je niet meer zo. Dan, en toen gingen ze geloof ik naar Roda, dan kreeg ik gelijk met 3-0 op een sodemiete. Ja. Toen zaten hier natuurlijk twee schaterende mensen in dit huis. Nou, schaterende van dan. Nee? Nee, want wij hadden... Oh, je hebt niet voluit gelachen, maar nee, wel zachtjes gelachen. Ja, weet je wel. Goed geslapen in ieder geval. Oh, goed geslapen. Ja, ze winnen de laatste tijd veel, hè, PSV. Ja, dat is toch weer leuk voor Kees. Ja, voor Kees wel, dat is waar. Ja, voor Kees wel. Ja? Ja. Nou ja, dan komt die advocaat in natuurlijk. Ja, dat is ook een aardige man. Ja, dus dat is ook goed. Is ook prima, komt ook uit Den Haag. Uit de Haagse beweging. Hebben ze weer een probleem hier in Brabant? Weer een Hagenees. Ja, dan krijgen ze weer een probleem. Dat is wel een probleem hoor. Ja. Hoe lossen ze dat weer op? Dus dan kunnen ze beter tegelijk ontslaan. Terwijl ze hem aannemen. Dan. Ja, hij moet een goede clausule nemen. Nou, dan moet hij een uur en een kwartier erin. Hè? Hoe lang? Een uur en een kwartier. Een uur en een kwartier? Ja. Hey, nou. We hebben wel één pech. De afwasmachine is kapot, dus we moeten samen gaan afwassen. Kan jij je nou nog herinneren wat je het meest onrechtvaardige vond in het hele verhaal? Ja, het meest onrechtvaardige vind ik eigenlijk dat van tevoren al vast stond dat Aad weg moest. Kijk, Ruts is weggegaan. Nou, in dat vervolg moest Ploegsma weg en in dat vervolg moest Aad ook weg. Zo zie ik het.
Nieuw bestuur wil hun eigen trainer aanstellen, stellen hun eigen manager aan. Dus er was toch geen eer te behalen voor Aad? Dat denk ik. Hier, Aad, je koffie en je appeltaart van Harry en van mij. Nou ja, met zo'n vrouw kan hier nooit niks gebeuren, toch? Hoop het. Ja, nee, dat is zo.